Met 5 rijders in de
Kaan, Axbos, Robin Dirks, Jusjus, de Rutte van Bergen en Robin van Wil. Robin van Wil nu op de tijdelijke derde plek. Maar kan hij nog naar voren toe komen? We gaan even naar die kroon van Nuland kijken. En dat is dan met 475 aan de leiding Wesley van Bergen. De volgende kroon 441, Jusjus. Race nummer 15, drie dames in de baan. Kelly van der Kamp, Lotte van Zandvoort en Deze Hol. Dus niet zij en zij daar gaan ze op die tweede laatste bocht aan. Even kijken wie pakt daar de leiding in van FC Nuland. En dat is met 412 Lotte van Zandvoort. Maar Deze die denkt er toch iets anders over. Maar zit net aan de buitenkant in die laatste bocht. Kan ze nog een eng vriendje inzetten. Maar dat zal denk ik net niet gelukt zijn. Race nummer 17, het gaat alweer een stilletje aan, sneller. De enige klasse 14 plus. Dus zeg je aan, er komen de brandweerwagens tevoorschijn. En dan zien ze met 392 hier aan de leiding Danny van Duisburg van de hele klasse gevolgd door die 393 Willem van Duisburg. Zou ze elkaar heel goed kennen? Ik denk het wel. 124 zit daar in achtervolging op plek nummer 3 zijn de rijders van de rijders. Deze nummer 17, daar zit onze publiekslieveling Lotte Voetballers. 337. Even kijken of het er nu wel iets zwart zit, maar we gaan even kijken aan de leiding hier van de FC Nuland. Is dat de Tom van Dender of is dat nog iemand anders van de FC Nuland? Aan de leiding hier met de 479. Zoals ik al zei, Tom van Dender. Vervolgens door een eentje van de Geldervals en dat zal dan Rudy van Duisburg zijn natuurlijk. En dan die andere rijder van de FC Nuland. En wat zien we dan? We zien hier Lotte Boekmeijer met een inhoud te leven. Hij gaat het doorspannen. We gaan door naar race nummer 19 in de superklasse 4 en 5 jaar. Wie gaat daar aan de leiding? Niemand anders dan Jamie Overink, natuurlijk van de Weijweiders. Hier aan de leiding heeft een ik zie hier twee ridders van de Hoepers richting de